zijn er wel eens erg moe van geweest. Erg moe dat ik er wel eens tegen aan zag om als er weer een nieuw piertje in de deur viel of de telefoon die rinkelde, dat ze zeiden van nou, we moeten vanavond weer op vergadering. Ja, ik heb er wel eens dingen aangezien dat ik dacht van hé, moet ik vanavond nou nog eens een keer weer op pad? Dat was zeer moeilijk. Als we dus naar het begin kijken, hadden we dus 3-4 keer in de week een vergadering. En die duurde meestal nou, tot een uur of 11:30, 12:00 en dan moest je 's morgens om 6:00 moest je weer op. Om eens een keer weer op het werk te zijn. Ja, dat ging dus niet in je koude kleren zitten. Elke keer zie je precies dat beeld van de berg op, het dal in. Dat doet ze verschillende keren voor en op die momenten van het dal in. Er zijn vaak anderen die de leiding overnemen, anderen haken af. En dat zijn zeker stuk voor stuk momenten waarop, laat ik zeggen, de sociale leiders van de wijk dreigen af te haken. En laat ik zeggen, alleen de artiesten, vaak uit wat andere motieven dan alleen de buurt, nog het roer in handen houden. Ja. En het is niet mogelijk om van de bestuurlijke kant uit dat soort dalen te voorkomen? Ik bedoel... Nee, want wij gaan ze ook in. Kijk, als wij nou op een soort rustige zee zaten en dat allemaal in de handen hadden, was er geen probleem. Maar soms zijn ook bij ons de centen er niet. Of worden mensen ziek of gaan weg. Of het blijkt dat rijksregelingen veranderd zijn. Of inzichten over woningbouw veranderd zijn. En al dat soort dingen spelen bij ons ook constant. Dus we zijn niet in staat om de onzekerheden die we zelf hebben weg te houden voor de anderen. Dat zou ook een heel onnatuurlijk verhaal zijn. We zijn besturen samen met de mensen in de stad en niet boven die mensen. We kunnen niet uitmaken wat het beste voor ze is in die wijk. En we kunnen ze ook niet behoeden voor dingen waar we zelf onderdeel van zijn. En dat geldt voor die grote onzekerheden. Duidelijkheid over die onzekerheden is het belangrijkste. De redenering van Schaefer. Vertel mensen gewoon dat het tijd kost. Vertel dat er veel verandering in zo'n proces komt. Vertel ze dat zo'n bouwplan over de kop gaat een paar keer. Vertel ze dat er flinke huurverhogingen uit voortkomen. En vertel het niet aan het eind, maar vertel het aan het begin. Dat ze weten waar ze staan. Ook als je zegt, we zijn niet zeker of het goedgekeurd wordt. Moeten die in die weg gaan en dan nog weten we niet hoe laat het is.